Inmiddels zit ik midden in het centrum van Albeiland en ik ga hier vandaag twee vliegen in één klap slaan. Ik vertelde het net al toen ik met Willem Kat sprak. We zien elkaar zo nog terug. Nou, en nu in de functie van voorzitter van de Winkeliersvereniging van Beiland. Willem, daar ben ik weer. Ik, uh, heb je nog meer clubs waar je lid van bent? Ja, diverse. Ik kan je uh, een, een lijst geven die indrukwekkend is om een uh, mooi netwerk in stand te houden. Wat uh, vandaag de dag natuurlijk uh, zeer belangrijk is. Uh, voor het runnen van het voorzitterschap van zo'n actieve vereniging als in, in Albeidland. Albeidland staat natuurlijk in de hele provincie zeer goed bekend dat we dus ongelooflijk actief zijn. Maar we hebben af en toe veel steun nodig. Uh, heel actief. Wat zijn de activiteiten voor de komende tijd die jullie gaan ontplooien? We gaan nog een prachtig yes weekend organiseren, maar het komt er weer aan. We hebben de kerstmarkt en niet te vergeten Raadhuis raad Klassiek. Wat natuurlijk een begrip is geworden in deze locatie. En niet te vergeten natuurlijk Sinterklaas binnenhalen. Ja, ik ben er gek op, ik zet ook altijd mijn schoen met Sinterklaas. Dus van mij mag die wel weer komen. Hoeveel leden heeft de winkeliersvereniging Oude Eiland? We zitten even ruim boven de 100. En die zijn allemaal uh, actief, maar ik neem aan dat er een aantal zijn die zich ook in een soort werkgroep bezighouden met de activiteiten. Ja, het is zo dat er natuurlijk een, een dagelijks bestuur is en een algemeen bestuur. En iedereen heeft zo uh, zijn eigen taak daarin. En dat is natuurlijk goed afgesproken, want uh, je moet elkaar niet in de wielen rijden. Heeft de winkeliersvereniging ook een eigen website? Ja, wij uh, doen dat in samenwerking met uh, Zuid Holland Zuid. Dat is uh, de bekende website uh, shoppeninaalbeiland.nl. Wat tegenwoordig al zeer actief wordt bezocht door de mensen. Het zijn natuurlijk niet alleen de leden van onze vereniging die erop staan. Maar op die site staat dus gewoon elke neringdoende staat erop. En dat kost dus niets. Kijk, dat is hartstikke fijn. Ik moet even tegen de mensen thuis zeggen, ja, er komt even een vrachtwagen langs. Maar we zijn natuurlijk geld aan het ophalen voor Villa Pardoes. En we proberen zoveel mogelijk wantekens, zo heet het in vaktermen, te maken. Dus uh, mocht het team een keer een beetje bibberen met de camera of ik maak een verspreking. Dat moet u ons even vergeven, want het gaat tenslotte om het goede doel. En des te sneller wij werken, des te meer geld wij binnen gaan halen. Dus uh, Willem, ja, we zijn er alweer aan toegekomen. Gaat de winkeliersvereniging Oudbeiland ons... Een donatie geven? Uiteraard. Ik heb een, een envelop meegekregen van, van de Penningmeester. En daarnaast gaan we zorgen dat 11 september op onze jaarmarkt jullie een van de allerbeste locaties gaan krijgen, zodat we dus het Pardoes uh... Verhaal ten volle gaan promoten. We gaan faciliteren. Dus dat wordt een heel mooi feest. En ik zou vanaf deze kant alvast de hele Hoekse Waard uitnodigen om hier 11 september naartoe te komen en donaties te doen. Nou, dat is hartstikke fijn. Dan heb je de Inflop toevallig bij je. Kijk, ja. niet geheel onbelangrijk. Kijk, dat is die, de envelop van de Winkeliersvereniging Albeiland. Ik ga je heel hartelijk bedanken voor je tijd en voor de enveloppen. Want het zijn er inmiddels twee geworden. Ik ga meenemen. En voor de kijkers thuis, 11 september, dan zijn we in Albeiland bij de Jaarmarkt. Ik zou zeggen, kom dan even langs en zorg ook dat je een kleine envelop meeneemt. Al is het je spaarvarken, al is het 10 eurocent wat je nog in je zak hebt. Elke euro is welkom voor Villa Perdus.